wat is een democratische rechtsstaat en wat is ondermijning? En wanneer ondermijn je dan die democratische rechtsstaat? Ja, en dat is hier het zorgwekkende, dat er dus als voorbeelden genoemd worden, ook in dat AIVD-jaarverslag, dat de boodschap dat de overheid niet te vertrouwen zou zijn, dat wordt al aangemerkt als een ondermijnende boodschap. En als je een beetje creatief bent, dan kun je eigenlijk iedere vorm van fundamentele kritiek op het overheidsbeleid wel op een of andere manier gaan framen als ondermijnend voor de democratische rechtsstaat. Als je kritiek hebt op de LHBTQ-propaganda, nou, dan ben je minderheden aan het wegzetten. En dat zou dan weer indruisen tegen artikel 1 van de grondwet. Als je twijfelt aan de motieven over het stikstofbeleid, dan verspreid je weer een gevaarlijke complottheorie. Als je kritiek hebt op de rechterlijke macht, op de onafhankelijkheid daarvan, nou, dan ondermijn je het vertrouwen in de instituties. Dus wat je dadelijk zult zien als dit voorstel wordt aangenomen, dat is dat organisaties die gewoon lezingen organiseren, tijdschriften uitbrengen. We weten allemaal, denk ik, aan wat voor organisaties je dan denkt. Die kunnen dadelijk dus gewoon een totaalverbod krijgen om die activiteiten te organiseren, hun tegoeden kunnen bevroren worden. En nou ja, dat kan ik niet anders duiden dan toch weer een nieuwe stap in die gang naar die totalitaire staat, waarin nog maar één denkbeeld, de door de staat opgelegde denkbeelden, dat die alleen nog maar geaccepteerd worden. Ja, Maaike, jij schrijft opiniestukken over maatschappij en politiek, maar ook over dit onderwerp. En jij stelt dat de AIVD criminaliseert kritische burgers. Kun je dat even uitleggen? Ja, dat vind ik echt. Ja. Ja, want als je ziet dat bijvoorbeeld de activiteiten die dan genoemd werden ook in dat AIVD-jaarverslag, daar zaten ook mensen bij van die dan protesteren tegen de coronamaatregelen of tegen windmolens of tegen onteigening van de boeren. Terwijl ik denk, de overheid heeft ongelooflijk veel afbreuk gedaan aan de democratie in wezen. Heel veel inspraak weggenomen, heel veel vertrouwen beschadigd, heel veel mensen in hun rechten aangetast. Denk aan de toeslagenaffaire, aan de boeren zelf, aan Groningen, noem het maar op. En nu komt de rekening door middel van kritiek vanuit de burgers, en dan wordt dat gecriminaliseerd. En ik denk dat is zo krom. Het is een omdraaiing van wat er gebeurt. Want de overheid stelt als het ware dat zij zijn de democratie en die moet beschermd worden. Ja, want dat wilde ik je vragen. Want in een democratie zou het toch eigenlijk voor de hand liggen als je hebt het volk regeert. Hè? Dat is wat democratie letterlijk betekent. Dat jij als bevolking toch juist kritisch je zou moeten kunnen verhouden of zelfs moeten verhouden tot de overheid. Omdat de overheid namens jou het gezag uitvoert. Ja, in de Thorbecke-lezing toen zei Pieter Omtzigt ook zoiets als: in een democratie controleert het volk de regering. In een dictatuur controleert de regering het volk. Nou, het is heel goed dat je dit benoemt, want wij hebben daar ook een fragment van. Laten we daar even naar kijken. Kijk. Ja. De staat controleert de burger. Dat leidt overigens tot grote ongelukken. Denk aan het toeslagenschandaal. Maar het gaat dieper. Het legt de infrastructuur klaar wanneer een regering of een staat de bevolking kan controleren, commanderen en onderdrukken. Ja, Maaike, als we hier naar kijken, is Pieter Omtzigt dan ook een anti-institutionele extremist? Ik denk zeker dat Rutte van hem wakker ligt en hem als ondermijning van zijn gezag ziet. Ja. En dan krijg je natuurlijk, het is allemaal definitiekwesties, hè? Want als je het gezag en de huidige regering, de huidige groep die de macht heeft, zal ik maar zeggen, als je dat definieert als de democratie en elke bedreiging daarvan als antidemocratisch, ja, dan kan je dus bij wijze van spreken van Pieter Omtzigt of van Caroline van der Plas of van wie dan ook, kan je zeggen, die is dus een antidemocraat, anti-establishment, een anti-institutionele extremist. Want die bedreigt wat wij nu het labeltje democratie hebben opgeplakt. Maar het is begripsvervalsing. Het klopt gewoon niet. Ja, Gideon, jij hebt al vaker gesteld dat onze rechtsstaat kapot is. Maar toorn je dan juist niet aan dat vertrouwen van die rechtsstaat, wat juist zo belangrijk eigenlijk is? Nou, het klopt dat ik hele sterke kritiek heb op het functioneren van de rechtsstaat en zelfs inderdaad de constatering heb gemaakt dat je feitelijk niet meer van een rechtsstaat kunt spreken. Dat doe ik onderbouwd. Ik heb me jarenlang verdiept in de rechtsstaat. Ik ben erin gespecialiseerd, ik ben erop afgestudeerd. Ik heb de overheid op tal van plekken van binnen en van buiten gezien. En als je de elementen van de rechtsstaat, van het legaliteitsbeginsel tot de machtenscheiding, de onafhankelijkheid van de rechtspraak, de grondrechtenbescherming, als je die
Als je die waarneemt en je constateert dat daar geen sprake meer van is, ja, dan moet je die kritiek toch kunnen uiten. En wat ik ook heel interessant vind aan wat Maaike net zei over die omkering van de werkelijkheid. Die hele rechtsstaatgedachte die is ontwikkeld om burgers te beschermen tegen de macht van de staat. En de staat zie je nu te pas en te onpas zich verschuilen achter het zogenaamde beschermen van die democratische rechtsstaat. Om zijn eigen machtspositie te beschermen tegen burgers. En in een democratie hoort kritiek op het systeem en op het functioneren van instituties. En dat dat vertrouwen in de rechtsstaat afneemt, dat zou er ook maar eens mee te maken kunnen hebben dat Nederlanders zijn onderworpen aan tyrannieke coronamaatregelen onder valse voorwendselen. Als je ziet hoe boeren nu onteigend worden. Dat we aan de lopende band worden belogen en bedrogen, feitelijk aantoonbaar. Dan zou ik zeggen, als de overheid wil dat het vertrouwen in de overheid niet verder afneemt, dan zouden ze misschien eens moeten beginnen met het uitspreken van de waarheid, in plaats van hun pijlen richten op de boodschappers die aan het licht brengen dat we op deze manier worden bestuurd.